voorstelling. Het heeft even geduurd, want er zijn wat technische problemen. Maar als het goed is, gaat de deur zo open. Ja, wat verwacht u ervan? Ik heb geen idee. Echt niet. Nee. Ja, een leuke voorstelling. Een prachtige show. Dat is ook een beetje mijn ervaring met Noorderzon. Je gaat naar dingen toe waarvan je geen idee hebt wat het is. Ja, er is een beschrijving, maar wat het is, dat weet je meestal niet. En het is heel soms denk je, nou, ik weet niet of dit nou echt leuk was. Maar meestal is het ontzettend leuk. Dus ik hoop een ontzettend leuke voorstelling te zien. We gaan er eigenlijk vooral heen omdat er een opblaasbakje in het decor zit. Maar ja, ik denk dat het grappig wordt. Ik heb gisteren in een impuls met mijn man een kaartje voor vanavond gekomen. Wij logeren hier op de camping. En we vonden het leuk om naar een theater te gaan. Dus ik heb geen enkel idee wat ik eigenlijk ga zien. Mi stutse key, mi master key, mi punje key, mi pitse key. Up and all you can see are the lips moving. And the first time I went there, I thought, my god, this guy's trembling. Nergens over. Helemaal nergens over. Als je het goed bekijkt, dan gaat het eigenlijk neer. Het zijn gewoon twee mannen die met elkaar in gesprek gaan. En die iets van zichzelf laten zien, maar eigenlijk ook weer niet. Bij een zwembad? Bij een zwembad, ja. Of zijn ze op de camping? Of zijn ze bij een hotel? Ja, of de zee voorstellen? Ik bedoel, ik weet niet waar ze zijn. Ik weet niet of ze op vakantie zijn. Ik weet niet of ze kennen elkaar, geloof ik niet. Dus het is eigenlijk heel erg van, het roept heel veel vragen op. En dat maakt het eigenlijk wel interessant. You can't say that about a person, you know, like you might have someone that's a very sort of reserved, conservative type of person. Suddenly they laugh at someone's funeral. Nu ben ik wel heel benieuwd wat u van de voorstelling vond. Wil je een eerlijk antwoord? Ja. Leeg aquarium vond ik boeiender. Ik vond er eigenlijk niet zo heel erg veel aan. Nee. En hoe kwam dat? Er gebeurde heel weinig. Heel weinig interactie tussen die twee. En dat is dan even wel leuk, maar op een gegeven moment moet er niets gebeuren. En er gebeurde maar niks. En het gebeurde maar niks. Het was hier ook warm. Ja, of ik heb het niet begrepen. Dat kan natuurlijk. Daar maar op houden. Ik heb een vraag die steeds is, wat zijn die twee mannen van elkaar? Dat vind ik eigenlijk nou de interessante vraag, want ik weet nog steeds niet wat ze van elkaar zijn. Kennen ze elkaar niet. En ik had wel zoiets van, ik ga een keer weg, ik stap op. Maar het bleef toch interessant genoeg om te blijven kijken eigenlijk, want er was nog meer. Dus ik werd wel steeds nieuwsgieriger eigenlijk waar ze naartoe gingen. Dus ik vond het op zich een hele leuke voorstelling.